allemaal, het is super leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Noralie en vandaag heb ik een Make You Ready With Me video. Dus zijn jullie benieuwd naar hoe ik me klaarmaak voor een feestje? Vergeet dan zeker niet te abonneren op mijn kanaal en geef deze video alvast een dikke duim omhoog. En laten we maar heel snel beginnen. Ik ga dus nu mijn haren allereerst krullen en zoals jullie kunnen zien zijn mijn haren nat, want ik heb die net gewassen. Maar voordat ik mijn haar ga krullen, ga ik eerst wat schuim in mijn haren doen, zodat de krullen beter blijven zitten en mijn haren uitborstelen. Mijn haren zijn helemaal uitgeborsteld en het product zit in mijn haren. Dus dan ga ik nu beginnen met krullen. En hier is mijn krultang. En ik heb die al even ingestoken, zodat die warm is. En dan komt er nu waarschijnlijk een timelapse over hoe dat ik mijn haren krul. Oké, alle krullen zitten in mijn haren. Ik moet ze alleen nog zo'n beetje uitschudden, maar dat doe ik zo meteen. En ben er echt heel blij mee. Maar dan ga ik nu mijn make-up doen. Ik ga niet superveel make-up opdoen, want ja, ik heb ook een oogschaduw, mascara en lipgloss ofzo. Want voor de rest draag ik eigenlijk geen make-up, want ik haat foundation. Ik vind dat dus echt niet mooi staan op mijn eigen huid. Maar dat is mijn eigen mening. Ik heb ook een oogschaduw, dus ik ga eventjes kijken wat voor oogschaduw ik ga gebruiken. Oké, ik denk dat deze een van die kleuren gaat worden, omdat ik dat echt een heel mooie kleuren vind. En het thema is ook goud, dus dan komt dat wel een beetje overeen. Dus ik ga nu oogschaduw opdoen. Ik weet niet of jullie dat goed zien, maar er zit zo oogschaduw op mijn ogen en mascara. Dus dan moet ik nu alleen nog mijn nageltjes doen. En dan mijn kleedje. En dan ben ik helemaal klaar. Oké, ik denk dat jullie dat nu beter zien, maar ik ben niet zeker. Yay, ik ben helemaal klaar. Ik ga jullie zelfs een beter resultaat laten zien van mijn hele jurk en mijn hele outfit. Maar ik ben er echt mega blij mee. We zijn alweer de volgende dag, het is vandaag zaterdag. En ik had gisteren vrij weinig tijd om de video af te sluiten. Het was gisteren een superleuk feestje. En dan wil ik hierbij de video afsluiten. Dus hopelijk vonden jullie het een heel leuke video. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie binnenkort weer terug. Doei!